Why do you podcast? Ik luister heel vaak naar podcasts en ik heb het geluk dat ik ook mijn beroep daarvan heb mogen maken als podcastmanager. En als ik een nieuwe samenwerking start met een klant, dan is dat het vertrekpunt. Waarom podcast jij? En dus ik weet waarom mijn klanten podcasten. Ik ga ze het ook in deze reeks laten vertellen. Maar ik vroeg mij ook af waarom andere podcasters podcasten. Dus ik ben het hen ook gewoon gaan vragen. En in deze reeks, Why Do You Podcast, ga ik in gesprek met podcasters over hun podcast, why, de reden achter hun podcast. En dat gaat verder dan omdat ze het leuk vinden. Dat kan ik je al verklappen. Maar alle andere redenen gaan we samen ontdekken. En ik ben net zo benieuwd als jij om te weten te komen of er evenveel verschillende redenen zijn als dat er podcasts zijn. Luister je mee? Dag Greet, welkom in de reeks Why Do You Podcast? Ja, en, dank u dat ik erbij mag zijn. Ja, heel graag zelfs, want in uw geval is het eigenlijk niet één podcast, want je maakt er meer dan één. Ja. Dat is een beetje de story of my life, denk ik. Hè. Dus je kunt mij moeilijk in een vakje stoppen. En ik ben van veel markten thuis. En hetzelfde reflecteert zich dus. Het reflecteert zich helemaal in mijn podcast. Ik heb er inderdaad verschillende lopen. Absoluut, ja. Ja, dus vertel, dat voor jou het belangrijkste is, als je daar een keuze in kan maken. Tenminste, wat is de titel, waarover gaat het? Ja, dus ik ben beginnen podcasten ongeveer 5 jaar geleden. En ik denk dat dat 2017 was. En destijds was dat echt zo een beetje niet een vervanger, maar mijn blog dat ik altijd schreef, heb ik dan omgezet naar een podcast. Dus ik ben er eigenlijk al een hele tijd mee bezig. Maar echt zo het podcasten zoals jij en ik kennen, en dan vooral met gasten, dat is dan gestart in 2020. En de belangrijkste van mijn podcast, want ik heb er dus inderdaad verschillende, maar wel allemaal onder dezelfde noemer. Ik had geen zin om allemaal aparte kanalen te gaan maken. Dat is uiteindelijk allemaal met Greet Bunnens. Dat is Your Future Is Now. Dus de overkoepelende naam is wel Strong Mind, Happy Life. En degene die het die belangrijkste is voor mij, zou ik zeggen, is mijn Your Future Is Now podcast. Ja. Ja. Daar ben je ook de enige host. Hè? Je hebt daar wel gasten, maar jij bent daar de host. En de anderen zijn, denk ik, met co-hosts. Ja, absoluut. Ja. Dus het is een beetje een combinatie. Ik heb een aantal dingen dat ik puur alleen doe. Dus dat ik gewoon een idee, eigenlijk een beetje mijn blog van vroeger, maar dan met wat meer diepgang en dan via video en audio. En dan heb ik er een aantal lopen en dat is met Peter Snauwaard bijvoorbeeld, u wel bekend. Ook met Samia heb ik een podcast lopen, dat zit nu wel even in de frigo. En inderdaad, de Your Future Is Now, dat is met mij als host. En dan heb ik inderdaad er elke keer gasten op aanwezig. Ja. Ja. En dan praten jullie over... Over van alles en nog wat. Hè? Wat dat belangrijk is, wat ik zei daar juist zo van... Ja, uiteindelijk kun je mij niet zo in één vakje steken... En ik geloof ook dat het leven is een journey. Hè. Er zijn nieuwe dingen die je ontdekt op je pad en dingen veranderen. Je leven transformeert op bepaalde momenten. En ja, ook hier is dat met het podcasten zo. Maar als ik nu ga kijken naar wat is zo'n beetje de rode draad in mijn leven en dus ook in de podcast, want uiteindelijk is dat een verlengde van wie dat ik ben, dan gaat het hem uiteindelijk toch wel, en zeker de laatste jaren, over, en dat klinkt heel erg mislukte Miss België-achtige statement, maar ik wil echt wel bouwen aan een betere wereld, aan een nieuwe wereld, een mooiere wereld en...
Dat doe ik dan wel op een manier die niet overly fluffy is, maar waar dat we ook wel heel rationeel naar de dingen kunnen kijken, heel ondernemersgericht, heel actiegericht. Zo, ik probeer die mooie balans te vinden tussen de vrouwelijke energie, mannelijke energie enzovoort. En dus de rode draad in mijn leven is die betere wereld creëren en dat begint altijd bij onszelf. Of dat we nu ondernemer zijn of niet, maakt eigenlijk niet zo uit. Het begint allemaal bij onszelf. Hè. Eerst voor eigen deur keren. Zorg dat je zelf je leven op orde hebt. Dat je zelf sterk in je schoenen staat. En dan echt, het is pas als je zelf heel krachtig bent, kun je ook krachtiger naar andere mensen zijn en andere mensen helpen. En dus die podcast gaat inderdaad deels over ja, hoe kunnen we een betere wereld creëren, maar ook hoe kunnen we met onszelf starten en hoe kunnen we onszelf future-proof maken en eventueel onze onderneming future-proof maken als we bekijken naar ondernemers toe. Maar ja, de gasten die ik dan uitnodig, soms zijn het hele dissidente stemmen die de hele maatschappij aan de kaak stellen. En andere keren gaat het echt wel heel de spirituele toer op. En op nog andere momenten gaan we lekker commercieel eens babbelen over wat is nu marketing, wat is nu sales. Dus, hè. Ja. Maar alles met de bedoeling van, oké, hoe kunnen we al die tips en die tricks die we hier krijgen van die gasten dan, want ik heb zeker niet alle wijsheid in pacht, hoe kunnen we al die tips en die tricks die we krijgen van de gasten, hoe kunnen we die zo optimaal mogelijk inzetten om één, ons leven beter te maken, alle limiet uw business beter te maken voor de ondernemers en onze wereld beter maken. Dat is eigenlijk een beetje de rode draad, zou ik zo zeggen. Ja, ja. Mooi, mooi. Ja, en de luisteraar kan dat niet zien, maar je zit hier ook mooi in het rood. Ja, toevallig. Ja, dat is mijn favoriete kleur. Ja. Ja, het is, ik draag het veel. Sommige mensen zeggen mij dat veel te hard is. En dat ik in zachtere kleuren mag rondlopen, omdat ik toch een zacht persoon ben. Hè. Sommige mensen denken van, oei, dat is zo'n harde tante, maar uiteindelijk zit daar een zacht persoon onder. Ja. Sommigen vinden, dat mag wat zachter. Maar ja, kijk. Ja. Goh, ja. Ik kan snappen dat ze zeggen dat rood wat hard is, maar dat zou ik nu zeker van u niet zeggen. Ik zie de zachtheid zeker wel, ja. Schitterend, ja. Goed, en heb je zo een vaste frequentie om afleveringen in de wereld te sturen, of is dat go with the flow? Well, ja, dat is ook alweer zo typisch, hè. Dus ook daar, vroeger wel, hè. Vroeger had ik elke week mijn podcast en mijn blog en mijn video dan. En nu is dat veel meer go with the flow. Ik probeer zoveel mogelijk er wel een soort van regelmaat in te brengen. Met die van Peter bijvoorbeeld is elke vrijdagochtend. Met die van Samia was dat elke week. Eerst was woensdag, dan was het maandag. En met mijn Your Future is Now, dat ik probeer het eigenlijk elke twee weken te doen. Maar ik heb zoveel dingen op mijn bord liggen dat ik niet altijd in staat ben om dan en die interviews te doen, want dat is altijd long format, en dan nog het editen erbij te nemen en dat dan allemaal op de socials te smijten. Ik heb daar niet altijd de tijd, de goesting of de energie voor. Ja. Dus kan ik niet garanderen dat het in een mooie regelmaat is. Ja, nee. Ja. Ja. En ja, als we het dan hebben over luistercijfers bijvoorbeeld, merk je daar een verschil? Ja, want je hebt de podcast met Peter die wel consistent is en die van jou die niet zo consistent is. En je hoort heel vaak zeggen, je moet consistent zijn, maar merk je dan dat verschil in luistercijfers? Of kunnen we dan, of is dat nu appelen met peren vergelijken omdat het twee verschillende podcasts zijn? Ja, ik denk dat het een beetje appelen met peren vergelijken is. We hebben een consistent bereik bij die van met Peter. Hè? Maar dat scheert geen vreselijke hoge toppen. Dat is allemaal hetzelfde. Met die van mij is er wel veel meer bereik, zelfs al is het niet consistent. En dat, denk ik, is ook mogelijk te maken met de verhalen die we brengen en de gasten. Hè. De ene gast kan 13.000 man op de been brengen, bij wijze van spreken. Terwijl een andere gast, ja, steken we ergens op 300. Maar heel eerlijk, bij mij is het niet zozeer te doen om die
om het aantallen, de kwantiteit. Ik probeer die kwaliteit er wel in te houden. En ja, ik ben daar minder mee bezig met altijd die cijfertjes op te volgen. Dat is misschien een beetje raar voor een businesscoach, maar ik ben niet zo degene die altijd cijfertjes opvolgt en wat zijn de resultaten die we behalen enzovoort. Dus misschien zou ik dat moeten doen, maar ik heb daar geen behoefte aan. Ik wil daar inderdaad, en vooral mijn podcast, dat is iets wat ik heel graag doe. En ik denk dat ik daar niet slecht in ben. Ik leer heel veel van mijn gasten en ik vind het gewoon super tof. Ik krijg heel veel hele toffe commentaar ook van mensen die luisteren naar de podcast. Dus dat vind ik veel belangrijker, dat ik mensen ergens kan inspireren, ik of mijn gasten, dan dat ik dan 1000 views heb of zo. Of zoiets. Ja, en je spreekt nu van views, hè, want jullie gaan ook op YouTube, denk ik, en er is ook een Facebook Live, hè? Ja. Ja, met Peter is het inderdaad, en met Samia ook, dat is via Facebook Live dat we dat doen. Daar gaan we dus rechtstreeks streamen en dan gaan we de opname dan verspreiden over de verschillende social media kanalen. Die loaden we dan nog eens op YouTube en op Anchor dan als distributiekanaal voor de andere podcast platform. Ja, tof. En je bent al heel lang aan het podcasten, maar kan je de tel nog bijhouden? Hoeveel afleveringen heb je al gemaakt? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Dus, ik denk aan, met de Your Future Is Now, denk ik dat we aan een 80-tal zitten. Ja. Peter zitten we ook zo aan iets, denk ik. Samia, dat is dan ergens blijven steken op 60. En dan mijn vroegere podcast, dat was ook nog, dat heb ik lang gedaan, wel aan een heel gestaag tempo, dus dat waren er eigenlijk ook wel behoorlijk veel. Ja. Wauw, ja. Dus we hebben hier een podcast-corrifé vandaag dan in de virtuele studio, hè? Mag ik dat zeggen? Ja, dat klinkt nog wel. Het is voor mij natuurlijk niet mijn hoofdbezigheid. Misschien voor de meeste mensen niet waarmee dat gesprek. Dus als je dat dan vergelijkt met mensen die daar inderdaad bijna een business hebben of een business van gemaakt hebben, dan ben ik een kleineke, hè? Een klein visje. Maar dat is oké. Hè? Ik zeg ook altijd, ik ben met mijn 1,55 meter, durf ik toch nog altijd streven naar groei. Is het spirituele groei, is het mentale groei, is het business groei, whatever. Dat is allemaal oké. En het is niet omdat we klein zijn, dat we klein moeten denken en klein moeten blijven. Hè? Dus who knows waar dat het ons nog toe leidt. Inderdaad, ja. Ik ben zelf ook niet groot, hè, dus ik snap heel goed wat je zegt. Maar we mogen wel groots denken, hè. Dat is... De grootsheid in de mensen naar boven halen vind ik wel heel erg mooi, hè. Dus, perfect. Voilà. En je hebt het al zo aangehaald, maar ik ga de vraag toch nog stellen, hè, want daar gaat de podcast over. Gereed, waarom podcast jij? Ja, initieel was dat echt wel met de bedoeling naar personal branding toe. Hè? Dus om mijn business en mezelf in de kijker te zetten. Dank mijn interessante tips en tricks naar de ondernemers toe om hen te overtuigen dat ik de moeite waard was om van mij te kopen, bij wijze van spreken. Hè? Dus de typische no-like-trust, dat was initieel. Vandaag de dag gaat het veel meer over mensen inspireren en inderdaad die zaadjes planten, die vurkjes aansteken en op een manier die bij mij past. En podcasten past supergoed bij mij. Ik hou van interessante mensen leren kennen. Ik hou van boeiende, diepgaande gesprekken. En ik wil altijd de mens achter de façade leren kennen. En dan bedoel ik niet slecht, hè, de façade, maar wat dan op eerste zicht zien, of dat dan een cv is of een bedrijfsnaam of zoiets, die mensen erachter leren kennen, vind ik super interessant. En als ik die dan ook misschien nog ergens eens aan het denken kan zetten, nadenken over de wereld, maar ook over zichzelf, of over zijn groei, of over de plannen waarmee dat die bezig is, ja, des te beter. Dus daarvoor doe ik het vandaag de dag veel meer. Ja. Veel meer met die bedoeling. Vroeger was het een beetje een egoïstische businessbedoeling, zou ik durven zeggen. Hè? Dus ja, dat moest allemaal geld opleveren, klanten opleveren, enzovoort. Vandaag gaat het veel meer over die
die missie van mij, waar ik denk van hoe kan ik zo goed mogelijk mijn talenten inzetten om mijn missie te verwezenlijken. De missie, dus die betere wereld. En mijn talenten is in gesprek gaan met mensen en mensen inspireren en aanzetten tot kritisch denken en misschien anders zich gaan gedragen als ze daar nood toe voelen. Dus, ja. Ja, dat is mooi. Ik vind het ook mooi dat je die evolutie daar zo in ziet. Hè? Ja, en dat je daar ook in groeit en blijft groeien. Ja, ja, absoluut. Ik denk dat dat belangrijk is als mensen, hè, vandaar klein zijn, groeien. Dus dat we mogen blijven groeien, dat we kunnen blijven groeien, is ook fantastisch. Dus laat ons altijd die kansen aangrijpen om te groeien. Hè. Dus alle negatieve dingen die we op ons pad tegenkomen, zijn altijd weer een mogelijkheid om eens na te denken, oké, wat kan ik hieruit leren en hoe kunnen we dat misschien meenemen naar de toekomst toe. Dus ja. Ja, dat is een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Wat heb je zo zelf al voor jezelf of voor je bedrijf mogen ontvangen vanuit die podcast? Of wat heb je eruit geleerd? Wat heeft het jou gebracht? Ja, het heeft mij heel veel gebracht. Initieel dus, hè, om terug te keren naar die oude formule. Ja, dan was dat zeker en vast wel klanten. Hè? Net zoals de blog en de podcast en de video's, waren dat zeker klanten. Het was een stuk die brand die sterker werd gezien werden als een autoriteit in mijn domein. Dat was toen personal branding voornamelijk. En dat heeft mij toen zeker en vast klanten opgeleverd. Dus ideaal. Vandaag is dat zeker en vast ook nog altijd het geval. Dat mij klanten oplevert. Direct en indirect zelfs. En wat dan natuurlijk fijn is, het wees het duidelijk, als ondernemer, als je geen klanten hebt, dan is het niet zo ideaal. Maar ja, het klinkt dan weer zo heel erg fluffy, maar wat het mij zeker ook oplevert zijn... Ja, nieuwe vriendschappen zelfs, of nieuwe, ja, misschien een vriendschap is misschien een zwaar woord, maar toch veel diepgaandere relaties met mensen, die je misschien wat van ver kent. Je gaat dan in zo'n gesprek van 2 uur en je leert mensen op een heel andere manier kennen. Dus ik hou wel van die diepe relaties. Ik ben ook iemand van waarvan dat je niet verlost geraakt, bij wijze van spreken. Dus ik ben een heel loyaal, trouw iemand. Dus als ik iemand graag heb, dan blijf ik u volgen. Ik ga u niet harassen, hè, maar ik ga u altijd blijven volgen. Ja, kan ik iets voor je betekenen? Maar dus die diepgaande relaties is voor mij zeer, zeer waardevol. En dan heb je indirect ook natuurlijk wel kleine dingen. Hè? Mensen die op een podcast komen en die zeggen, ja, ik wil u toch bedanken. Weet je, kom anders een keer bij mij op de tafel liggen voor een massage of zo. Hè? Dus dat soort van zaken heb ik ook wel al gekregen. Dus ja. Dat is ook mooi meegenomen, denk ik. Ja, ja. Ja, sorry, ik heb je onderbroken, ja. Ja, nee, ik wou zeggen, ik moet denk ik ook eens iemand in de podcast uitnodigen die zo'n dingen doet. Ja, absoluut, ja. Ja. Ja, ik kan er wel zo'n aantal bedenken, dus als je nog maar goed zoekt, dan zal ik het je laten weten. Ja, maar hebben ze een podcast? Ja. Ook, ja. Ja. Oké, maar goed, ja, ik vind het heel herkenbaar wat je zegt, hè, want voor mij het loopt dat een stukje gelijk ook. Hè. Ik ga ook voor de lange termijn samenwerkingen en relaties en dat haal ik er ook uit. En dat stuk persoonlijke ontwikkeling, ook dat je elke keer weer iets nieuws leert, ook van je gasten en nieuwe inzichten krijgt uit die gesprekken. Hè. Dat is zo waardevol. Ik vind het ook wel leuk dat je zegt, van ook al is het niet meer de intentie om er klanten uit te halen, wat het vroeger wel was, maar ze komen nog altijd wel via de podcast. Hè? Dus dat is ook mooi meegenomen. Hè? Absoluut, absoluut. Zeker en vast. Uiteindelijk is het nog altijd bouwen aan uw netwerk ook. Hè? En ik heb het vandaag nog gezegd aan iemand die zei, oh ja, ik ben niet zo actief op LinkedIn. En ik zei, ja, dat hoeft ook niet, hè. Maar ik vind wel LinkedIn bijvoorbeeld wel een van de beste manieren om je online netwerk te vergroten en te versterken. En ik vind een netwerk, dat kan nooit sterk en krachtig genoeg zijn. En dat moet daarom niet het grootste netwerk zijn, maar als je een goed, sterk netwerk hebt, dat is wel superbelangrijk. En dat heeft mij heel mijn leven ook wel
al heel veel opgeleverd. Ik ben altijd een netwerker geweest, niet met de bedoeling om dan te netwerken, maar eerder omdat ik graag onder de mensen ben en graag die connecties leg. En als je dat via LinkedIn kunt doen, is dat ook wel fantastisch. En die podcast is ook wel een zeer goede manier om uw netwerk te versterken en te vergroten eventueel. Als ik vandaag op bepaalde events kom, dan zijn er wel redelijk wat mensen die zeggen, ah ja, maar ik ken weer van die podcast, want ik luister altijd en ik vind dat weet niet hoe tof. En dankzij dat heb ik nu al dat gedaan, weet ik veel wat. Ja, wat kun je beter willen dan dat? Hè? Dus, ja, meer moet dat eigenlijk niet zijn. Hè? Dat is, ja, goed. En nog een laatste vraag, Greet. Wat is voor u het belangrijkste nummer 1 ingrediënt voor een goede, succesvolle podcast? Ja, het hangt er een beetje vanaf of dat je met gasten werkt of niet. Mm-hmm. Als je met gasten werkt, zou ik durven zeggen, zorg dat je echt heel authentiek in het gesprek gaat en echt focust op het gesprek en de relatie enzovoort. En niet te veel op de rand animatie. En lukt dit wel? En stel ik wel de juiste vragen? En gaan er wel genoeg kijkers zijn? Gewoon in de moment zijn, in het gesprek. Een goed gesprek voeren met die persoon en echt connecteren. Heel authentiek, dat vind ik als we met gasten bezig zijn. En eerlijk gezegd, als we niet met gasten bezig zijn, kunnen we het wel verder trekken. Dan zou ik ook zeggen, wees je authentieke zelf daarin. Probeer niet iemand anders na te doen die in een hele toffe, goed draaiende podcast heeft en waarvan je denkt, ja, ik ga die aan nadoen, ik ga ook zo proberen grappig te zijn. Of ik ga die kleurtjes nemen enzovoort. Nee, wees gewoon jezelf, vind je eigen stijl. Little by little, hè. We groeien daarin, zoals we daarnet hebben gezegd. Vind daar je eigen weg in, maar doe dat gewoon vanuit het hart en heel authentiek. En dat voelen mensen, hè. Die authenticiteit. Mm-hmm. Dat je het echt doet voor een ander, dat je echt wil iets betekenen voor een ander, voor de wereld. En dat het niet alleen maar uit het egoïstische zelf is van en ik moet hier nu geld opleveren, dat moet hier geld opleveren of dat moet hier heel veel kijkcijfers hebben enzovoort. Dat zal even wel lukken misschien, maar in de long run denk ik dat 1, mensen dat gaan voelen en 2, dat het ook moeilijker is om vol te houden. Dus die authenticiteit daarin, een beetje een afgezaagd woord, ik weet het, maar dat vind ik toch wel een super belangrijk. Ja. Ja, helemaal mee eens. En het is een antwoord dat voor mij nooit afgezaagd zal geraken, maar wat al wel een aantal keer in de reeks naar boven gekomen is. Dus dat is ook wel fijn. Ja, ja. Ja, ja. Ja, het is dat waar is. Ja, het moet zijn. Hè? Ja. Ja, maar ik denk dat ook als je niet jezelf kunt zijn... In uw eigen podcast al, hè? Ja, dan kan ik me inderdaad ook niet voorstellen dat het eigenlijk plezant is om te doen. Of dat je... Allee, ja, en waarom zou je de showken zitten opvoeren? Je zit maar gewoon eigenlijk zoals wij in ons bureau met onze micro tegen een scherm en een andere persoon aan de andere kant van het scherm te babbelen. Hè? Dus allee, ja, dat is... Ja. Maar ja, het is een pad, hè, dat je moet... Ja, als ik mijn eerste filmpjes en podcasts bekijk, dan denk ik soms, oh my effing god. Dan heb ik zo'n plaatsvervangende schaamte. Zo. Dan zat ik ook nog veel meer in de faken. Hè, dus ja, je denkt dat je ergens een profiel of een bepaald rolletje moet spelen. Dat was toen mijn gedachte. Ja. En ik heb al die lagen de afgelopen jaren daar allemaal afgepeld. En ja, het vraagt natuurlijk wel wat lef en moed om helemaal jezelf te durven zijn met de goede en minder goede kanten. En af en toe met mijn U's en mijn S en weet ik veel wat. Dus, ja. En toch denk ik, ja, het is... Allee, ook als ik de feedback krijg van mensen, zo, dat ze zeggen van, amai, die Greet vandaag, daar resoneer ik een miljoen keer meer mee dan die Greet die daar vroeger zat op het podium interessant te wezen. En op haar podcast. Ja, kijk, gelukkig ben ik geëvolueerd in de podcasten. Ja. En daarom ook voor de mensen die luisteren, niet wanlopen. We moeten ergens beginnen. Hè. Iedereen is ooit een beginner. Elke expert was ooit een beginner. En we worden beter en beter en beter. En hoe meer dat we dan durven die...
die kennis opdoen en ons pad vervolgen, hoe meer dat we ook dat zelfvertrouwen hebben. En hoe meer zelfvertrouwen dat je hebt, hoe authentieker je vaak ook durft te worden, is mijn aanvoelen en mijn ervaring ook. Dus. Ja. Komt helemaal goed. Ja, nee, helemaal. En ja, ik weet niet hoe dat voor u is, maar voor mij zou het al ook wel een verschil zijn, denk ik, in het helemaal mezelf zijn, als er een video bij is. Ik merk dat dat toch wel meer stress geeft als er ook video opgenomen wordt. Nu zit ik achter mijn bureau, maar stel dat je mijn volledige lichaam zou kunnen zien, dan zou ik toch wel even mijn buik zitten intrekken als ik weet dat ik gefilmd of gefotografeerd word. Wat ik nu totaal niet moet doen, want niemand ziet het. Ja, ik heb hier voor niks nog zo'n rood kleedje aangehouden, zeg. Ja, we gewoon een beetje ijdelheid hebben allemaal. Maar ja. Dus, ook daar, hè, ja. Dus ik word dit jaar 50 en ik ben tot de vaststelling gekomen dat er toch al serieus wat rimpeltjes beginnen te komen. En dat ik misschien geen 45 kilo niet meer weeg. Maar is wat het is, als we maar gelukkig zijn. En het leven is zo kort, we hebben het nog alle twee meegemaakt deze weekend. Dus laten we inderdaad ook genieten van het leven en mooie dingen neerzetten. Dus, Ja. Dat is een mooi advies om te eindigen, Greet. Dat is een goeie. All right. Dank je wel voor uw tijd, voor het leuke gesprek. Ja. Super bedankt dat ik erbij mocht zijn. Ik vind het wel leuk dat ook zo een heel short format. Ik ben altijd voor de long format, maar kijk. Ik hoop dat ik iets nuttigs heb kunnen vertellen aan de luisteraars. Zeker. Ja. Daar ben ik zeker van. Goed, dank je wel en tot de volgende. Hè. All right, salutjes. Salut. Zo. Deze zit er weer op. Bedankt voor het luisteren. Ben jij nu benieuwd naar meer van de gast in deze episode? Dan vind je alle linkjes naar de podcast, de socials, de website van mijn gast in de show notes bij deze aflevering. Je vindt daar ook de link naar mijn podcast, Podcast Wonderland, de podcast waarin ik zelf in aflevering 1 en 2 vertel over mijn podcast, Why. Dus ga die zeker ook eens beluisteren als je dat nog niet deed. En doe mij en mijn gast in deze aflevering een groot plezier. En geef ons beiden een goede review op Apple Podcasts of 5 sterretjes op Spotify. Daar zijn wij jou heel dankbaar voor. En luister zeker ook naar de volgende aflevering met weer een nieuwe gast die vertelt over zijn of haar podcast Why.